In uw oratie onderschrijft u de sceptische visie van Nietzsche ten aanzien van de mogelijkheid van objectieve kennis. Betekent dit dat vaststellen wat waar is of wat rechtvaardig is eigenlijk nooit mogelijk is? Ja, dus ik heb een eigen neptheorie en die noem ik kritisch schizoïsme. Schizoïsme dat is een term uit de psychiatrie, dat is een zwakke vorm van schizofrenie. Dat betekent eigenlijk je bent niet een eenheid als persoon, maar je bent in jezelf verdeeld. En bijvoorbeeld doordat, als je het nou over de reden hebt, je bent niet meer, doordat je zelfbewustzijn hebt, ben je niet meer zo spontaan als een dier die maar doet wat bij hem opkomt. He, je denkt over jezelf na, je bent kritisch, je weet dat je doodgaat enzovoort. Dat heeft een prijs. Hè? Je bent ook niet meer zo gelukkig als een spontaan wezen. En aan de andere kant, wat ik al zei over die reden dat die niet los staat van je lichaam, maar eraan verbonden is, betekent dat ook je redelijke vermogens maar relatief zijn, want steeds verbonden aan jouw lichamelijke perspectief en aan jouw eigen beperkingen. Dus eigenlijk kan je dat beschrijven als een frustrerende toestand. Je hebt je oorspronkelijke spontaniteit verloren, maar je hebt ook geen absolute kennis. Dat is een beetje tragisch. En het kan ook verlammend werken als je te kritisch naar jezelf kijkt. Het betekent, in antwoord op jouw vraag voor kennis, dat jouw verstandelijke vermogens beperkt zijn tot jouw perspectief wat je hier nu hebt. En je kan daar een beetje afstand van nemen. Hè? Dus ik kan proberen me in jou te verplaatsen en dan als het ware een denkbeeldige derde positie in te nemen als een rechter. En dan te zeggen, nou, wat zou redelijk zijn als wij een conflict hebben? Dat kan wel. Maar tot een beperkte hoogte. Dus de conclusie is eigenlijk, mijn waarheid zal nooit helemaal samenvallen met jouw waarheid. Hè? Dus iedereen heeft zijn eigen perspectief. En wat volgt daarop? Nou, in absolute zin scepsis. Dat scepsis, je kan aan alles twijfelen. Dus misschien ben jij wel mijn droom of ben ik jouw droom. Dat kan je nooit helemaal zeker weten. Want als je droomt, denk je dat je niet droomt. Dus misschien dromen we nu wel. Dus eigenlijk, als je maar genoeg kritisch doorvraagt, hou je geen grond over. Aan de andere kant doen we dat niet in het dagelijks leven. Maar nemen wij nu aan dat we met elkaar praten. En dat Boris hier is en dat wij dit weer doen voor publiek later. Dus in het dagelijkse leven gaan we van allemaal praktische veronderstellingen uit. En daar zit ook een heel veel continuïteit in. Dus het is ook redelijk daarvan uit te gaan. Ik denk dat als je dat doet, dus als je een aantal vooronderstellingen buiten twijfel stelt, ook al kan je ze niet absoluut bewijzen, dat je dan bijvoorbeeld als jurist wel een onderscheid kan maken tussen meer en minder redelijke oplossingen. Dus je begon te vragen, kan je iets zeggen over rechtvaardige samenlevingen? Nou, in absolute zin niet. Hè? Iedereen heeft verschillende ideeën over rechtvaardigheid. Maar gegeven dat wij in een plurale samenleving wonen en gegeven dat je in die samenleving niet wil knokken voor jouw geloof en andere mensen vermoorden, maar dat je de compromissen wil sluiten, dan is die liberale rechtsstaat zo gek nog niet. Hè? Dus ik heb, misschien is er een betere, maar ik heb het nog niet gehoord. Dus binnen die aannames kan je wel degelijk zeggen, nou, ik vind dit beter dan iets anders. En bijvoorbeeld bij wiskundige theorieën, die worden soms, ook al weten dat ze misschien niet 100% kloppen, soms krijgen die dan toch veel gehoor omdat ze mooier zijn, omdat wiskundige, ze beter in elkaar zitten. Ja. Wiskundige theorie. En zou dat ook kunnen gelden voor rechtvaardigingstheorieën? Gewoon omdat ze mooier zijn? Ja, maar het is ook, vaak wordt gezegd, de schoonheid ligt in de simpelheid. Hè? En simpelheid is dan misschien toch nog een bijkomend voordeel boven schoonheid. Dus als je in de wiskunde is volledig een analytisch gesloten systeem dat afhangt van begindefinities en dan intern coherent moet zijn. Ongeacht of het toepasbaar is op de werkelijkheid. Nou, zo heb je in de meetkunde euclidische en niet-euclidische meetkunde. Dus verschillende uitgangspunten leiden tot verschillende stelsels. En dan kan je zeggen, binnen zo'n stelsel is de simpele oplossing is de betere. Less is more, de architectuur. De analogie met rechtvaardigheid
Nee, dat zou ik eigenlijk niet denken. Ik zou wel denken aan de uiterste de rechtvaardigheidstheorieën die heel ingewikkeld worden, verliezen hun kracht. Maar hele al te simpele theorieën, die zijn te bot. Dus ik denk in het recht is het toch vaak, hè, waar wij ook redelijkheid en billijkheid voor hebben, is nuanceren in het bijzondere geval. Misschien zelfs zonder dat je een hele coherente rechtvaardigheidstheorie op de achtergrond hebt. Dus ik denk... Nee, ik denk dus dat schoonheid in de zin van eenvoud niet per se een criterium is. Alleen wel, hè, je moet natuurlijk wel altijd proberen overbodigheden weg te kappen. Maar wat je als overbodig, hè, dus krullen weg te kappen. Mm-hmm. Ja. En wat zijn krullen? Achterhaalde of ondogmatische uitweidingen waar geen goede redenen meer voor bestaan of meer voor bestaan.